Maar Mike Arens, die mag gelijk zijn specialiteit gaan tonen. Komt die bal daar, indraaiend in het strafschopgebied, goede kopbal. En wat gebeurt daar? Ja! Nee, oh, de scheidsrechter keurt hem af. Oh, dit is heel erg jammer. Want die bal die kwam terug van een speler van Urk. Ik zou werkelijk niet weten waarom die is afgekeurd. Waarschijnlijk wegens aanvallen van de keeper of zo, of wat dan ook. Maar ja, het leek dus de 1-0 voor DVS 33 door Joran van Zanten. Nee, door Christian van der Kamp in dit geval. Maar dat gaat dus helaas niet door. Dat feestje gaat dus nog eventjes niet door. Maurice de Ruiter. Balletje aan de voet. 1, 2, verdedigers. Probeert de derde door zijn benen te spelen, maar het lukt. Nu toch weer het balbezit. DVS, ook aan Soykan daar aan de linkerkant. Komt daar door, zet die bal voor. Ja, wie is dat? Alsnog? Ja hoor! Nu zit hij er wel in! En nu geldt hij wel! Mike Arens, die doet zijn plicht. Balletje komt terug van de keeper. Maurice de Ruiter kopt hem al tegen de raas in. En Mike Arens die doet precies wat hij moet doen. Hij tikt die bal van een metertje of twee. Eenvoudig in het doel. 0-1 in het voordeel van DVS 33. Wat een begin. Met natuurlijk Joran van Zanten voor zich. En dan is Joran altijd, bijna altijd wel de baas. Jerelpoot, mooie paas in de goed lopende Mike Arens. Mike Arens gaat er 1 voorbij, gaat er 2 voorbij. En wat doet hij? Hij scoort! Mike Arens! Mike Arens wordt de man of the match! Het is niet te geloven! Mike Arens die maakt hier 2-0. Iedereen was zo verdrietig. Ali Akla geblesseerd. En Mike Arens die komt erin en die speelt hier de wedstrijd van zijn leven. Passeert mannetje 1, passeert mannetje 2 en legt die bal gewoon in het doel. Jo, wat is dit mooi voor Mike Arens. Fantastisch. Wat zal die André daar in de Turkije van genieten van dit feit dat Mike Arens, want daar gaat hij natuurlijk ook mee om, dat hij hier ook weer de 2-0 scoort. En dat het daarbij Harkema 2-2 is. Oh. Zou het wonder dan toch geschieden. Het wonder hier in Urk. Dat hele vreemde dorp met die hele vreemde speaker. Want ik heb nu gehoord wat hij vertelde. Hij had het over niet over Ali Akla, maar Ali Baba. Hij had het over Jerelpoot. Wat een vreemde naam. Hij had het onder andere over Okan Soykan. Een echte Ermeloze naam. En dat is werkelijk schandalig dat iemand in een openbare functie zoiets zegt. En het zegt heel veel over dit gekke dorpje Urk. Van de KVB een goal! Bijna Maurice de Ruiter. Oh, wat een opwinding hier. Dat was bijna de 0-3. Maar ja, deze opmerking moest ik dus even kwijt, luisteraars. En daar in de studio in Nunspeet. Dan weet u hoe laat het is. Oké? Ja, dat zijn. Ja! Maurice de Ruiter. Hij tikt hem erin. Jongen. Het is hier 0-3. Via Joran van Zanten. Oh. Wat gebeurt hier toch allemaal? Heel groot. Dik feest. Oh, dit wordt wat. Die terugreis op de boot. Als Flevo Boys nou ook nog maar een beetje mee gaat werken. 0-3. Het lijkt erop dat deze wedstrijd definitief op slot zit. Puur voetballend heeft DVS in deze 10 minuten in de tweede helft laten zien wat het kan. Stand 0-3. Ik hoop, Nunspeet, dat jullie dat nog hebben meegepikt. Ja, het kan. Het kan toch bijna niet anders meer dan... ze moeten nog 3 doelpunten maken in Harkema. Maar wie had dit gedacht? Ja, de spelers van DVS. De boot van DVS. Alle bussen. Alle supporters van DVS. Het feest begint hier langzaam maar zeker los te barsten. En ik zie hier allemaal supporters die een ongelofelijke hoeveelheid lawaai maken. Het is echt ongelofelijk. Het is echt ongekend. En wat dat betreft barst het feest hier los. En ja, ook uw verslaggever die kan ze nu en dan zijn emotie niet helemaal de baas. Ik zie de vriendin, of de vrouw of de vriendin van de trainer, die zie ik ook. Die gaat die barstzaks ook in tranen uit. Die kan het ook werkelijk niet geloven wat hier allemaal staat te gebeuren. En Jan Veldhuis denkt ook van, wat is dit? Wat heeft Flevo Boys zijn plichten daar op Harkema goed gedaan? Ik ga Harkema dus ook nu vanaf nu noemen op Harkema. Dit is ongelooflijk. Ja,
een hels gejuich breekt los. DVS 33, kampioen. Wat mooi. Wat is dit ongelooflijk. Honderden supporters komen daar het veld op. En nu is het hek natuurlijk volledig van de bal, van de dam. Christian! Christian. Ja, inderdaad, feestgangers hier. Natuurlijk. Iedereen wordt geknuffeld. Christian van der Kamp, hier hebben we hier. De spits van DVS 33. Christian, wat is je gevoel? Ik kan het niet geloven. Ik moet er even aan wennen, denk ik. Want ik had het niet meer verwacht. Ik had volop die woensdag ingezet. En dan word je toch kampioen. Niet normaal. Ik kan nog even niet geloven. Ja, dus, het is toch heel erg mooi. Gefeliciteerd. Ja. En hartstikke verdiend, jongen, voor jou. Dankjewel. Ja, dat is toch mooi, jongen. Ja. Christian. Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oké, groots. En we zoeken verder. Richard! Richard Terpstra, die wordt daar geknuffeld door een van de hoofdsponsoren, Dirk Roosendaal. En hier puur geluk bij Richard Terpstra. Richard, wat een heerlijke laatste 20 minuten moet dat geweest zijn. Ja, zeg dat wel. Het is lekker als je in het veld staat, dan kan je wat dan langs de kant zitten. Lekker, hè? Ja, wat een feest. Wat onverwacht. Nou ja, goed, kijk, Flevo Boys, je weet niet wat je moet verwachten. Weet je, ze zijn uitgevoetbald. Urk moet eigenlijk nog wel voor een punt gaan om echt veilig te zijn. Dus ja, het kan alle kanten uitgaan. Hè. Super verdiend, hè? Ja, sowieso. Ik denk sinds de winterstop van net daarvoor stonden wij al bovenaan. Dus ik vind wel dat wij de terechte winnaar zijn. Ja, die eerste 20 minuten van die tweede helft, wervelend weer, hè? Ja, heerlijk. De eerste helft was misschien een beetje chaotisch, maar het is goed dat je meteen voorkomt. Maar ik denk, de tweede helft hebben we het gewoon goed afgemaakt. Oké. Okay. Dus, als een kampioen. Kampioenen, man! Zielsgelukkig, hè? Dat ben ik ook. Oké, Maris. Maus. Maurits de Ruiter. Ongelooflijk. Maurits de Ruiter. Ik krijg even voorrang. Maurits, dit moet toch een gigantisch momentum zijn? Ja, zeker. Mooie momenten in mijn carrière natuurlijk. Mooiste tot nu toe eigenlijk. Gewoon, Ik zag dat je nog een beetje op jacht was naar die 4-0. Want je wilde natuurlijk nog even gelijk komen met Ezef Savi. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Hè? Het is gewoon... je wil gewoon die vierde, vijfde maken om het feest compleet te maken. Ik bedoel, die topscorers titel, ja, die mag Hakim hebben, is een goede speler. Hij verdient hem ook. En wij gaan die schaal omhoog houden straks. En dat was ons doel en dat is ons gelukt. Dus, Ik zag jullie op een gegeven moment in de eerste helft. Toen werd Urk even gevaarlijk bij vlagen. Ja. En toen zag ik jullie naar elkaar toe gaan. En echt als een team even lullen met elkaar. Van jongens, we moeten dit en dat doen, want anders gaat het niet goed. Ja, dat is zo. We weten, tenminste, we hebben nog nooit zo'n wedstrijd gespeeld. We weten niet wat er echt gevraagd wordt, maar op dat moment moet je gewoon je schouders eronder met z'n allen. En, als een team moet je vechten, dat hebben we gedaan. En, maar niet alleen wij, ook de vrijwilligers, jullie, Lex, Aad, de voorzitter, van spelers tot vrijwilligers, supporters, noem maar op. Iedereen, prachtige woorden, Maris. Iedereen leeft hier naartoe en kijk maar om je heen, schitterend hier, iedereen op het veld, overal vandaan, 5 bussen, een boot, auto's. Ja, geweldig. Maar nog een paar mensen op de fiets erbij. Dus. Heel goed, geniet ervan, jongen. Van harte gefeliciteerd. Helemaal top. We gaan verder, want ik heb hier natuurlijk een Geerling Hamstra. Geerling Hamstra. Hallo. De man van de TC. Ja, het is een geweldige ontknoping dat we dit met z'n allen nog mee mogen maken. Na jaren van hard werken en eigenlijk naar de topklasse. Het is grote klasse. De jongens hebben het ook verdiend. Ze hebben geweldig gevoetbald vandaag onder een grote spanning. Echt grote klasse allemaal. Ja, hartstikke Ik ben hartstikke trots op ze. En ook al die mensen die de medewerker aan verleden. De staf allemaal is grote klasse. Geweldig. Hele mooie woorden, Geerling. Nu even de voorzitter. Aad. Kom er even bij, jongen. Van harte gefeliciteerd. Aad. Dat we dit nog mogen meemaken, ongelooflijk! Nou, het was een hele goede week van voorbereiding en de jongens, ik zag het maandagavond al, ze gingen er gewoon voor. Ik heb tegen de jongens gezegd, jullie willen kampioen worden, dan word je ook kampioen. En daar begint het mee. En wij hebben vanmiddag natuurlijk zelf hebben we gewonnen met 0-3 van Urk. Dat is een hele goede prestatie geweest. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook geholpen door Flevo Boys.
En aanvankelijk zouden we dan aanstaande woensdagavond de beslissingswedstrijd spelen in Emmeloord. Maar we hebben Flevo Boys heeft ons ook goed geholpen, maar we hebben het zelf verdiend. En dat is het mooiste wat er is. Ja, fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Wat een club hier heb je. Een mooie club, ja. En dat is het eerste jaar. Hè? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan verder in onze zoektocht naar spelers. Ik zie daar staan Joran van Zanten. Joran van Zanten, jongen, van harte gefeliciteerd. Ja, ook, hè? Oh, wat heb je ook weer machtig mooi gespeeld. Zo rustig, altijd rustig blijven. Ja, ja, dat hoort bij mij. Een beetje rustig blijven. Oh, ik moet even op de foto zien. Wacht even, Piet. Ja, oké. Kijk, en daar, prachtig, prachtig plaatje. Oh, je hoort het allemaal. Dat eerste elftal is werkelijk helemaal door het dolle heen. En deze jongens hebben dit nog maar heel erg weinig meegemaakt. Er zijn van die gelouterde spelers die heel veel kampioenschappen hebben meegemaakt. Maar deze jongens die hebben dat nog niet eerder meegemaakt. En verleden week konden ze er nog absoluut niet mee overweg. Maar nu wel. En nou laten ze zien dat ze werkelijk heel uitgelaten en als een goed team kunnen functioneren hier. De staf is ook natuurlijk helemaal knettergek. En over staf gesproken moet ik natuurlijk eventjes ene Jan Veldhuizen, die zit waarschijnlijk in zijn eentje te genieten. John Kamphuis is natuurlijk ook de assistent, maar Jan Veldhuizen... Die ga ik natuurlijk eventjes opzoeken. We gaan even kijken met Mike. En Ali. Mike. Nou jongens, diepe treurnis. Derde minuut. Ja, derde minuut ging het lelijk fout met mijn hamstring. Maar als je nu ziet hoe hij heeft ingevallen, twee doelpunten, prachtige doelpunten. Ja, daarom heb ik hem ook even voor de microfoon. Hè, want hij vult het toch wel heel redelijk in, Ali. Meer dan redelijk. Ja, oké, vooral dat tweede doelpunt, beschrijft dat is heerlijk. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, maar... Nou, je piepelde wel een paar jongens. En, volgens mij, ik kreeg de bal op rechts. Ik kwam een man tegen, ik ging er langs aan de buitenkant en ik ging naar binnen. Er kwam er weer een man, weer aan de buitenkant er langs en met rechts in de korte hoek binnenkant paal. Dus dat is echt mooi. Ja, dat is toch een heerlijkheid. Wat heerlijk is dat je weet dat er een hele goede invaller klaar staat. Hè? Ja, absoluut. Toen ik eruit ging zat ik ook met een zuur gezicht, maar op een gegeven moment moest je die knop ook omzetten en dan... Ben je ook heel blij bij die doelpunten, wil je ook meespringen en alles. Oké. Ik wil je hierbij heel hartelijk feliciteren, jongen. Echt geweldig, Mike. Het feest gaat hier gewoon door. Studio, ben ik nog steeds in beeld? Ja, oh, leuk hè. Ik ga gewoon door. Ik heb nog 6,5 uur. Het is niet te geloven. We gaan even zoeken naar mensen. Hielke ook zo natuurlijk. Zielsgelukkig. Hielke of niet? Ja, geweldig Piet. Dit is een ontknoping. Had niemand meer op gerekend. Die teleurstelling vorige week was zo groot. En dan ga je nu onverwacht toch nog rechtstreeks kampioen worden. En geen beslissingswedstrijden meer spelen. Dit is gewoon uniek. Geweldig. En dan ook nog straks met de boot terug. Hè? En met de boot weer terug natuurlijk. Dat is de heenweg was al een feest. Maar dat wordt nu natuurlijk dubbel. Feest. Oh. Het is jammer dat de jongens niet mee kunnen, omdat ze met de bus terug moeten, maar het is sowieso feest op de boot. Gefeliciteerd Hielke. Hartstikke mooi jongen. Oké. We gaan langzaam maar zeker zoeken naar de trainer. Jan Veldhuizen, heb je die ergens gezien? Ja, Jan. Ik wil ook nog even naar Daan. Daan Huiskamp. Wat moet het voor jou ook iets bijzonders zijn geweest deze wedstrijd? Want ja, de teleurstelling en die prachtige foto van Bonenstroom met je zoontje. Maar daar zat je natuurlijk eigenlijk niet op te wachten. Die foto zo heeft uitgepakt, dus dat vind ik alleen maar mooi. Daar heb ik zelf een mooi aandenken aan. Maar ja, als je dan dit meemaakt, een soort van revanche van vorige week voor mezelf en voor DVS... We hadden vorige week die titel in de wacht moeten slepen. Is niet gebeurd door fouten van ons. Maar
ja, had ik hem maar goed gedaan. Maar vandaag hebben we het rechtgezet en ja, Piet, dit is fantastisch. Dit is echt ongelooflijk. En je hebt je steen enorm bijgedragen, want je had me er een save bij in die eerste helft. Katachtige reactie. Ja, maar kan ook wel een beetje keeper, Piet. Ja, en ook nog een beetje voetballen, hè? Ja, ook soms nog wel. Oké, ja. Bedankt en nogmaals van harte gefeliciteerd, jongen. Geweldig. Super. Yasin, Koert, Jellal, Poot. Jellal, Yasin, kom er even bij. Jongens, wat een fantastische apotheose dit, hè? Mooi toch? Dat is gewoon heerlijk. Ik ben nooit kampioen geworden als senior elftal. In de jeugd elftal ben ik zo vaak kampioen geworden. Alleen, dat is toch wat anders. Gewoon topklasse. Wie wil dan niet? Ja, de topklasse. Jellal. Jij niet, hè? Jellal Poot. Wat jammer voor jou. Maar je hebt toch een fantastisch seizoen gedraaid. En je bent toch, ja, je, als invaller, je stond altijd klaar. En ook deze wedstrijd, geweldig. Ja, het heeft even geduurd voordat ik begon met spelen. Maar vooral na de winterstop ging het lekker. Dus ja, dit is geniaal. Zo eindigen. En jullie hebben met name in de tweede helft die eerste 20 minuten laten zien dat jullie de terechte kampioen zijn. Want toen werd Urk echt even helemaal van het kastje naar de muur gestuurd. Hè? Klopt, ja. Die vroege doelpunten in de tweede helft waren echt nodig. Want dan ga je echt je eigen spel spelen. Heel makkelijk ook. En dan zie je dat we in het positiespel veel beter zijn dan zij. En dat hebben wij ook laten zien. En daarom zijn jullie de terechte kampioenen. Geweldig. En we gaan langzaam maar zeker naar Okan. Okan Soykan. Die ik daar zie. Okan Soykan. Hey, daar ken ik ook nog een oude bekende. Okan Soykan. Okan. Allereerst van harte gefeliciteerd, jongen. Met deze geweldige overwinning. Wat moet jou dat veel doen? Ja, dat doet me heel veel. Eindelijk na 7-8 jaar, dan word je toch kampioen en dan topklasse. Het doel was ook altijd promoveren. En dat ik dit nog mee mag maken bij DVS, is gewoon geweldig. We hebben het ook gewoon verdiend met z'n allen. Dus, het team groeide en wist steeds fantastisch, oogstrelend voetbal te spelen. En met name die eerste 20 minuten in die tweede helft kwam dat er ook weer helemaal uit. Hè? Ja, klopt. En de rust hebben we gewoon gezegd van gewoon doorgaan. En niet met hem meegaan met die lange ballen. Dus hebben we ook gewoon goed opgepakt. En dan binnen 20 minuten was het ook beslist. En dan was het afwachten wat Harkema zou doen. Ja. En gelukkig hebben ze verloren. Het wonder is geschied. Ja. Klopt, helemaal. Okan Soykan, die jongen met die aparte Ermeloze naam. Ja, was een beetje. Ik heb het niet gehoord, maar ja, ik heb het achteraf gehoord. Maar, prima toch, ja, maakt niet uit. Ja, zo is dat. Ja. Lachen toch, hè? Of niet? Ja. Okay. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, en nou toch nog een jaartje topklasse, jongen. Geweldig. Heel mooi. En dames en heren, DVS TV, wie hebben we nog niet gehad? Jan Veldhuizen, die hebben we nog helemaal niet gehad. Want je werd in beslag genomen door allerlei vervelende lui van de pers. Ik heb nog geen zinnige vraag gehad. Dit wordt waarschijnlijk de eerste. Dank u wel, man. Jan, wat een euforie. Wat een euforie, of niet? Wat zegt u? Wat een euforie, hè? Ja, heerlijk. Ja, dat... ik ben best blij zoals het gegaan is, moet ik zeggen, vandaag. Ja. En, normaal gesproken, want ik ben zelf geen zware drinker. Nee. Maar de kans dat ik die is aanwezig. Behoorlijk naar de kloten ga, die is groot. Ja, zeker. Dat hoort ook, Piet. Hè? Ik zag je lieve vriendin ook. Ja, die zit een beetje in datzelfde... Ja, die was een beetje emotioneel. Ja, maar dat hoort ook. Maar dat was ik ook, hoor. Ja, maar voetbal is emotie. Ze hebben hier 800 jaar niks gewonnen. Dan is het hartstikke leuk als je... Ja, ze zijn helemaal te gek. Dat is goed. Ja, ze zijn hier helemaal gek, Jan, hoor. Ze zijn hier helemaal gek, Jan, hoor. Moeilijke eerste helft. Ja, over 2 minuten weet ik niks meer van deze wedstrijd. En, tweede helft was echt super heerlijk. Mooi. Geniet ervan, Jan. Ja, gaat wel lukken, denk ik. Oké, gefeliciteerd nogmaals. Hè. Ja, nee, dat komt goed. Dankjewel, Piet. Hartstikke goed. Ja, top. Hou er weer een pakje onverhalen tegenaan gooien. Hotzee. Kijk, houden ze. En daar zijn ze, hoor. Ja. Stefan de Geijten, Daniel van Warven. Aadje op. Oh, een reus. Geweldig. Oh, dit wordt er mooi op. Mike. Twee doelpunten maar. Te leuk. Nou, zat, hè. Lekker, hoor. Oké, Jellal. Nogmaals. Geweldig. Wat een feest. Ja. En dan natuurlijk Ronald. Het is toch gelukt. Ah, fantastisch. Dit is mooi. Dit is waar je het voor doet. Ja, het is echt geweldig, hè.
Nog gefeliciteerd ook jij, hè? Dankjewel, dankjewel. Geweldig, 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 geweldig. Oh, oh, hij is zielsgelukkig, hè? Ja, 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 ja. En dan komen ze allemaal. Rauwald, jij ook. Kampioen, helemaal top, jongens. Geweldig. Wat een sfeer, wat een sfeer. Ja, dit is het helemaal. Hier doen we het allemaal voor. En daar komt onder andere ook van de staf Willem bij de vier. Willem, jongen, heerlijk, hè? Ja, dit is het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, mooi, hè? Ja, geweldig. En, ja, en Koos ook, Koos van Orde. Ja, gewoon geweldig, hè? Jongens, rillingen, echt waar. Ah, oh, geweldig. Ja, mooi, hè? Prachtig. Oké, okay, en we gaan maar verder, jongens. Jongens, jongens, wat een feest. Ongelooflijk. Kijk, al die mensen. Ja, ja, ze weten het wel te waarderen. En Ronald Hoek moet natuurlijk enorm uitkijken voor zijn knietje. Maar wat we hier meemaken is natuurlijk uniek. Wat komt er hier een hoop emotie los bij iedereen, iedereen. En daar hebben we Edmund Meijner natuurlijk ook. Edje, Edje. Ah, helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets in Arkema! Oké, okay, geweldig. Oh, wat mooi, hè. Weet je nog wat, dat jouw vlam hier stond, vorige week? Ja, 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 diezelfde jak. Nou, wij hebben het makkelijker. Hij zei, wij hebben het makkelijker tegen Flevo Boys. Ja. En DWS heeft het heel moeilijk op, Urk. Ja. Nou, wie had het moeilijk? Nou, wij niet. Urk? Ja, wat nee, heb je het mooi gedaan, hè? Ja, dit is onvergetelijk. Ja. We hebben een historie geschreven, man. Ja. Kom ja. op, hè. Ja. Dan gaan we vieren. Piep. Heb je vannacht weer gedroomd? Ja. Om 3:30. Ja. Heerlijk. Geniet ja. ervan, jongen. Ja, lekker gaan feest. We zeker doen. Oh, nee, oh, wat top, lekker, man. Hè? Mooi. En het feest blijft maar doorgaan. En hier heb ik natuurlijk ook Jordi. Jordi, het aanstormende talent. Oh, dat doelpunt tegen Staphorst vergeet ik nooit van mijn leven meer. Nee, ik ben hem ook niet vergeten. Nee, nee, maar ik had nog een keertje moeten scoren tegen... Nou, tegen wel ook weer? Tegen, ja, ik had in ieder geval een hele grote kans. Ja. En die had ik me ook moeten maken. En dan had ik er gewoon 2 gehad in de hoofdklasse. Ja. Maar nu naar de topklasse en hopelijk ga ik daar ook doelpunt scoren. Ik ben al dolblij met dat ene doelpunt tegen Staphorst toen, hoor. Ja, zeker. Zeker heel mooi. Wat gingen we uit ons dak, hè? Jij en ik? Ja, ik ga zelf ook helemaal uit mijn dak, Piet. Maar jij zeker. Ja, oké, okay, goed. Hey, feesten, jongen. Bedankt. Geniet ervan. Komt goed. Oké. Okay. Pietje. Roald, jongen, dat je deze wedstrijd hebt moeten missen. Maakt mij niks uit. Nee, ik vond het jammer, maar 3 punten, ja. Kampioen, ja. Wat een spelersgroep, hè? Heerlijk. Ik vond het zo mooi, ik vond het zo mooi, die shot in de eerste helft, dat ze die spelers weer bij elkaar kwamen en even puntjes op de i gingen zetten. Ja, klopt. Ja, bij die blessurebehandeling, weet je wel. Dat is belangrijk. Ja, ja, belangrijk. We hebben het er vaak over gehad, de laatste weken liep wat minder. Maar als je toch dit ziet vandaag, apetrots op die jongens. Die focus die was zo duidelijk aanwezig bij jullie. Klopt. Klopt. Ja, hartstikke mooi. Helemaal heerlijk. Top. Je hebt het helemaal gemaakt. Oké, okay. Geweldig. En het feest gaat maar door. Oh, iedereen is werkelijk ziels en ziels gelukkig. John Huiskamp. Kamphuis, natuurlijk, Kamphuis. Zeg het eens. Dit is het moment om het om te draaien, John, natuurlijk. Vertel weer. Even over je appje. John. Ja, ja, een mooi verhaal van John. Nee, we dachten over je appje. Ah, jawel, joh. Ja. Dat komt nog John. Wel een keer. Nee. Dat is een mooi verhaal. Richard gaat jou dat wel een keer uitleggen. Richard gaat jou dat een keer uitleggen. Vertellen. Ik krijg een mooi verhaal dit. Ja. Ik ga het nu niet nog een keer vertellen. Ah, ze doen het niet. John was een jaar of 16 en was het WK finale of 1990. Oh man, het ging niet heel best, hè? Het ging niet heel best, jongen. Oh man, pijn in zijn hart. Ja, zo mooi, Piet. Echt waar, ik serieus, joh. Heeft hij in de app gezet, hè? Ja, ik serieus, joh, tranen in mijn ogen. Maar ja. Ik voel zo'n pijn. Ik voel gewoon zo'n pijn van jaren geleden. Ja. Ja, ingespierd. En jij voelt helemaal geen pijn meer nu, hè? Nee, nu niet meer. Okay, jongen. Nee, maar maakt niet uit, joh. Nou, je bent zo van betekenis geweest voor DVS. En daar heb ik zoveel respect voor. Heerlijk, ja, Richard. Piet, ik hoop het. Ja. Ik hoop dat die jongens wat hebben bijgebracht. Nee, hartstikke goed, hartstikke goed. Top. Maar John ook, hoor. Vandaag ook, hoor, John. Dit is het, ja, John. John. Ja, John. Ja. Maar, lekker. Wat er bij jullie op de bank gebeurde, bij die standen daar in Harkema.
En wat er toen werkelijk loskwam, dat vond ik echt ongelooflijk. Ja, Piet, kijk, ik denk dat een heleboel DVS'ers en zeker bij ons in de begeleiding op dat moment nog niet echt het besef hadden van wat is er aan het gebeuren. Ja. Dus dat moest wel even in gaan zakken. En je durft eigenlijk voordat alle uitslagen definitief zijn, durf je nog niet te gaan juichen en elkaar te gaan feliciteren. Ja. En Bert Hunestein, die zei het gewoon gisteren. Hij zegt, Piet Harkema heeft zoveel energie gestopt in het inhalen van DVS. Dat ze gaan de Bietenbrug op tegen Flevo Boys. En god, hij heeft gelijk gekregen. Ja, en daar zijn wij natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Zo hebben we een paar keer dit geluk gehad dit seizoen. Dat we aan kop bleven terwijl wij iets lieten liggen. En uiteindelijk maken wij het nu wel af. Hey, wat kwamen ze de kleedkamer uit, zeg, in die tweede helft? Yo, wat een voetbal. Nou, kijk, de eerste helft hadden we wind tegen. De tweede helft hadden we wind mee. En dan weet je gewoon, als wij gewoon vol vooruit gaan druk zetten, dan komen we niet meer van eigen helft af. Nou, dat bleek ook wel. Zij zijn nauwelijks gevaarlijk geweest in de tweede helft. Nee. En dan maakte Mike echt een wereldgoal natuurlijk, die 2-0. Ja, en dat was de bevrijding. Die kwaliteiten die kwamen er helemaal uit in de tweede helft. En hartstikke mooi, jongens. Staf, heel goed. Heel goed gedaan. Ook gefeliciteerd, Piet. Ja, jij ook. Bedankt voor jullie steun. Ja, oké. Graag gedaan. Hey, Stefan de Geiter, ja. Ja, heb je nog een beetje een pittig gesprek gehad van de week? Ja, ja, ik heb even met een trainer gesproken, hè, nadat ik weg ben geweest. Maar ja. Het was eigenlijk snel uit de wereld. We wisten allebei dat we naar zaterdag toe moesten. Ja. En ja, mijn Ro had die helaas geschorst was natuurlijk. En je had het ze nu dan best lastig, hè? Ja, ja, was ook echt vooral de spanning. Het was echt de Ermelo natuurlijk. Ja, dit is gewoon geschiedenis schrijven. Dit is waar je het voor doet. Dit is zo mooi. Wat is er toch in Harkema misgegaan, joh? Ja. Heb je het al iets van gehoord of zo? Ik heb ze even bedankt voor dit mooie kampioenschap. Ja. En ik zei, jongen, ja. Ik denk dat Jan Flap zichzelf de das heeft omgedaan, of niet? Door die opmerking van, ik denk dat DVS het lastiger heeft uit op Urk dan wij tegen Flevo Boys. En toen dacht ik, nou, nu is er een kans. Ja, zeker. Heel gedurfd van hem natuurlijk. Maar wij wisten gewoon dat we ons ding moesten doen. En dat hebben we gewoon vandaag weer laten zien hoe goed we kunnen voetballen. En dat we terecht kampioen zijn geworden. Zo is dat. Flap is gewoon een bluffertje. Ja, zeker. Een bluffkikker is klas. Ja. Maar, is wel een aardige gozer, hoor. Ja, zeker weten. Maar wel een bluffertje. Ja. En wij zijn kampioen. Laat ze dan maar de beker winnen. Hè? Dan hebben ze toch nog een prijs. Geweldig, hè? Mooi, hè? Even een lurkie. De ouwe ook even een lurkie. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een feest, hè? Geniet ervan, jongen. Geniet ervan. Jo, oké. Jo. Aart Foppen, de keeperstrainer. Aart. Wij hebben elkaar nog niet gesproken, Piet. Aart, ik wil je even vragen. Hoe heb jij de afgelopen week beleefd met Daan Huiskamp? Die natuurlijk zo teleurgesteld was van verleden week. Maar wij hebben een hele bizarre week achter de rug, Piet. En ik zou je vertellen, het was niet makkelijk. Maar we hebben het gered. Ja. Heel knap van de ploeg. En, wat een ongelofelijke blitsreactie van Daan in die eerste helft. Toch ongelooflijk. Ja, daar droom je van, met z'n allen. Hè. We zijn met z'n vieren bezig. Marco, hè, ik wil niet vergeten. En Paul. En Diamant voor de club. En Daan, natuurlijk absoluut de nummer 1. Maar we hadden het moeilijk. We hebben een moeilijke training gehad afgelopen week. Maar we hebben elkaar eroverheen gezet. En dat het hierop eindigt. Wat is dit een bizar einde. Teamprestatie optima voor mij. Ja. Nee. Hulde aan de jongens. Hulde aan de boys. Hulde aan de boys. Hulde aan wat ze daar neergezet hebben. En ik ga echt dronken worden, Piet. Ja, wat een, volgens mij ben je het al bijna. Ja. Wat een euforie ook. Ook op de bank bij jullie. Ja, bij die standen van Harkema. Je wordt toch helemaal gek, of niet? Je wordt toch helemaal gek, of niet? Ja, want iedereen, we zijn met z'n zes, met z'n dertigen denk ik in het totaal. En iedereen was met woensdag bezig, hè, Piet. Iedereen was met woensdag bezig. En dan worden we opeens op zaterdag kampioen. Ja. Nu nog, ik denk de helft begrijpt niet eens wat er gebeurd is. Ja. Ik ook niet, hoor. Ik ook niet. Maar we zijn er wel. Maar we zijn kampioen. Ja, en van huis uit werd mij al gezegd. Volgende week uit. Volgend jaar uit. Naar IJsselmeervogels. En uit naar Hoek. Pakenburg. Hoek is nog niet zeker, Piet. Ja.
Pinacci is er ook bij. Pinacci komt er ook bij, dus ja. Geen probleem. Nee. En weet je, nu gaan we en we gaan ervoor. Ik denk kampioen. Wij worden een stabiele topklasse sowieso. Kampioen, topklasse ga ik gewoon weer. We gaan voor het uit, we gaan voor het kampioen. We knallen gewoon door. Piet. Oké, bedankt. En dan hebben we hier ook een zeer gewaardeerd lid van de staf, Floor Groteboer. Floor, wat heb jij moeten doormaken vandaag? Nou, ik had eigenlijk verwacht dat we woensdag moeten spelen tegen Harkema. Ja, iedereen eigenlijk. Ja, daar ging ik echt helemaal vanuit. En dit was niet... Ja, dat had ik maar verliest. Dat is ongelooflijk. Ja, ik confronteer je even met een uitspraak van Bert Hunestein. In de warming-up zei hij dat tegen mij. Piet, Harkema heeft zo vreselijk zijn best moeten doen om langs zij te komen. En meestal gaan die ploegen dan daarna de Bietenbrug op. En Jan Flap zei het al. Volgens mij hebben wij het makkelijker dan tegen Urk. Ja, en wat gebeurt er? Ja, die uitspraak van Jan Flap vorige week. Van nou, liever Flevoboys thuis dan Urk uit. Nou, dat heb ik vandaag wel een paar keer aan gedacht, ja. Ja, zeker. Zeker. Ja, Flappie de Bluffel. Ja, precies. Ja. Oké. Ik heb zijn telefoon nu niet, anders zal ik hem even bellen. Ja, ik denk dat ik het toch even ga doen. Hansje. Ja, wat is het? Piet, Harry Nack. Wat een teamprestatie. Ja. Hans. Ja. Zeg er eens wat van. Nou ja, wat moet ik ervan zeggen? Dit is echt een teamprestatie. Ik bedoel, we hebben het best een aantal keren heel erg lastig gehad. En elke keer als je zag dat het team lang weer in ieder hoofd kwam, dan pakten we het. En vandaag was dat aan de orde. Je zag dat vandaag hadden we het best op momenten lastig. Maar dan zie je, dan loopt een ander, die loopt het even dicht. Hè, als iemand het even niet redt. En dan zie je, dan komt het voor elkaar. Urk was een paar keer, hadden ze behoorlijk wat druk. Hadden we het even lastig. Ja, zag je het achterin wat lastig worden. En tijdens zo'n blessurebehandeling, toen zag ik de groep even naar elkaar toe komen. En babbelden ze even wat. En daarna waren de rijen weer gesloten. Dat vond ik zo'n mooi shot. Nou, ik hoop, nou, Lex die heeft dat gevangen hoor, dat shot. Ik hoop niet dat Lex alles heeft gevangen, maar er was wel een behandelingetje bij die eigenlijk daarvoor bedoeld was. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Bliksem. Ja, zo gaan die dingen. Ja. Zo gaan die, ik bedoel, alles voor het succes natuurlijk. Dat is, inderdaad, ze nu dan een blessurebehandeling. En ik moet zeggen, ook een fantastische scheidsrechter natuurlijk, die leeft in die wedstrijd. Die aanvoelt wat er moet gebeuren. Ja. En er was wel ze nu dan even een momentje bij dat ze zegt van, goh, even de spanning eraf, even de jongens laten hergroeperen. Ja. En dan waai ik wat met die spuitbus, spuit ik het kunstgras een beetje koud. En dan gaan we weer verder. Ja, dat is het. Doen we die dingen. Dat is het systeem, hè? Hè? Ja. Alles voor succes. Ja. Maar ook en misschien mag ik het hier wel zeggen. Iedereen heeft dit gedaan, hè? De hele club. En ook jullie... ik word even fantastisch gemasseerd. Daar heb ik natuurlijk in stilte ook een boel aan gedaan. Maar wat ik wou zeggen is ook jullie met DVS-TV... De manier waarop je elke keer die reportages hebt gemaakt, maar ook die filmpjes vooraf. Ik weet als geen ander. Ik bedoel, je kunt een wedstrijdje filmen van 90 minuten. Ja. Maar daarna zit je 5 uur te monteren. Ja, om er zo'n fantastisch filmpje van te maken. En ook een aantal keren hoe de jongens een filmpje van ons hebben gemaakt in de bus. Ja. Dat heeft allemaal bijgedragen. Zo'n motivatieclipje. Absoluut. Ja. Met elkaar hebben we het gedaan. Mooi. En als het goed is, moeten de sponsoren natuurlijk blijven opletten. Want die moet natuurlijk voordat DVS-TV begint. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door. En goed en beter materiaal voor monteren ook aan kunnen brengen. Denk je ook niet? Stappen moet je natuurlijk maken. We gaan naar de topklasse, hè? Piet, ik denk dat met DVS-TV, als je ziet hoeveel mensen naar ons kijken. En als je ons een beetje vergelijkt. Ik vind Excelsior-TV vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Er zijn een paar meer die dat echt goed voor elkaar hebben. Ik denk dat we ons daarmee kunnen meten. En als ik nou sponsor was, en misschien word ik het dan wel. Hè, zeg ik van, daar wil je je naam aan verbinden. Precies, zo is dat. Ja. En zo gaan we door. Oké. Okay, in de topklasse. Goed, topklasse. Gefeliciteerd. Ja, mooi. Gefeliciteerd, hè. Ja, geweldig. Jongens! We gaan vanaf nu de officiële huldiging doen. De boot is er. Allemaal hartelijk welkom, bootvluchtelingen! Oké.
Ik wil heel graag aandacht voor de voorzitter van de KNVB, Hans Kuster. Dankjewel. Als het zesde kampioen wordt, als het zesde kampioen wordt, en als het vijfde kampioen wordt, en als het vierde ook kampioen wordt, dan blijft het derde natuurlijk niet achter. Het tweede, daar hebben we het vandaag niet over, maar heel DVS van harte gefeliciteerd met het bereiken van het kampioenschap in de hoofdklasse C. Dat lukt niet, bijna niet iedereen. Jullie gaan naar de topklasse. En ik kan als oud-voorzitter van CSV Apeldoorn, die ooit hier een aantal jaar geleden kampioen werd en toen promoveerde, weet ik uit eigen ervaring dat de topklasse weer heel iets anders is dan de hoofdklasse. Het enige wat ik ervan ga zeggen is, het wordt een heel mooi seizoen, een heel zwaar seizoen. Maar vooral als vereniging en als selectie en spelers, geniet vooral van het komende jaar. Van harte gefeliciteerd en ik reik graag aan alle spelers en de staf een medaille uit als herinnering aan dit kampioenschap. Hartelijk gefeliciteerd. Rest aan mij de eer om de eerste speler te noemen. Ik wil graag een applausje voor Edmund Meijer. En de volgende, Daan Huiskamp. Ja, ja. En de volgende, Stefan de Geiter. Vervolgens, Joran van Zanten. En dan vandaag goed voor twee doelpunten, Mike Arends. En de volgende is Yassin Koert. En de volgende die ik naar voren haal, Daniel van Warven. En de volgende speciale aandacht voor Ronald Hoek. En de volgende, Jordi Grovenstein. En dan de volgende, Michael Moussa. Michael Moussa. Speciale aandacht voor Okan Soykan. En Ramazan Leibek. En Milan van der Maten. En dan Christian van der Kamp. En Roelof de Groot.
Ronald de Vries. Marco Remmelt. En Jerel Pout. Vervolgens Paul Epping. En dan niet te vergeten Ali Akla. En vervolgens Maurice de Ruiter. En dan last but not least, Richard Terpstra. Die moet schaal hebben, hè? En dan wil ik nu helemaal naar voren hebben de staf. Kom maar, gelijk naar voren, allemaal. Aart Foppen. Aart Foppen. Keeper, trainer. Koos van Orde. John Kamphuis. Floor Grootemoer. Hans Steunjes. Jan Veldhuizen. Chantal. En Michel. En natuurlijk ook Sturkie Boom. Sturkie Boom. En natuurlijk, ook even aandacht voor Willem bij de vier. En dan wil Hans Kuster, Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, allebei. Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, let op. Het ultieme moment gaat nu plaatsvinden. Hans Kuster reikt de beker uit. Ja. En dat is hem, man. Dat is hem. Is dit niet mooi? En dan wil ik nu heel graag even één moment stilte en aandacht voor onze enthousiaste supporter, burgemeester André Baas. Dames en heren, even aandacht voor de burgemeester André Baas.
Dames en heren, ik begrijp jullie enthousiasme. Dat ben ik ook. Maar ik wil een paar woorden zeggen tegen u allen. Natuurlijk ook tegen het winnende kampioensteam. Maar, waar was het kampioensteam zonder een fantastische technische staf? Nergens. Een applaus voor technische staf. En waar was het kampioensteam zonder de businessclub? Want die mensen die maken het ook mogelijk. Een applaus voor die mensen. En waar was het kampioensteam zonder enthousiaste supporters? Dat zijn jullie. Een applaus voor jullie. Ja. En natuurlijk alle vrijwilligers, bestuursleden, stewards, kantinepersoneel. Voor hun een daverend applaus. En tot slot, waar was DVS? Als DVS niet zulke fantastische spelers had in het eerste team, die volgend jaar in de topklasse spelen. Daverend applaus. Mensen, proficiat. En zorg ervoor. Ik heb met de voorzitter afgesproken. In zijn termijn gaan we naar de Eredivisie. Jullie zijn verantwoordelijk. Ja, de rand. Fantastische woorden van de burgemeester. Ja. Dames en heren. Wij zijn kampioen. Wij zijn kampioen. Even aandacht voor onze trainer Jan Veldhuizen. Ja, zo is goed. Ja, ja. Mensen, even kalm, man. Dat is mooi. Jan. Ja? Ja, mooi. Mag ik even... zakjes. Heren, mag ik even een klein beetje stilte? Heel kort. Heel kort. Ik ben zo klaar. Ik ben even serieus. En het gaat niet om mij. Ik ben de afgelopen jaren vaker gepromoveerd. Maar dit is echt het allermooiste wat me ooit overkomen is. En ik heb kinderen gekregen. Noem het allemaal maar. Dit is allemaal veel mooier. Maar... ik wil met name, jongens, en dat is belangrijk, niet alleen één is kampioen geworden, hè? Ook drie is kampioen geworden. Hè? En ook vier is kampioen geworden. Vijf is kampioen geworden. Zes is kampioen geworden. A2 is kampioen geworden. Wie? De D1 is kampioen geworden. Maar jongens, even serieus, dat meen ik echt. Jullie zijn het aller beste publiek ooit. En we zijn ongelooflijk blij met jullie. Dus namens mij en de voltallige Pelersgroep, hartstikke top. Dankjewel. Mooi, hè? Ja, prachtig. En dan nu heel graag het woord. Ik wil heel graag het woord geven aan, en dan moet u helemaal stil zijn, de voorzitter van DVS33, Aart Goossens. Ja. Kijk, dames en heren. Ja, dat komt allemaal goed. Wij, kijk, ik heb het altijd over winnen. En dat hebben we met z'n allen gedaan. En er is één belofte. De contributie gaat niet omhoog. Wij gaan de topklasse in. En wij degraderen volgend jaar niet. Maar dit is een proces van 5-6 jaar. Daar is de technische staf bij betrokken.
En die technische mensen, daar wil ik wel één hele belangrijke noemen. En dat is Mr. DVS, Geerling Hamstra. Hij wilde geen woord voor hebben, maar hij is heel belangrijk. En we gaan vanavond nog een feestje maken. Eén ding, als we straks naar huis gaan, let op. De politie controleert wel op alcohol, dus zorg dat je geen boete krijgt. Hier, oh, Piet, spreek snel mee. Dat was het, hè? Dat was het. Jongens, we gaan door met feesten! Oké, veel plezier. Bedankt.